Welkom in deel 5 van de Soul-serie. Nu ben ik weer in een ander stuk riool. Maar nou, het komt wel op hetzelfde riool uit. Dat zul je later zien. Dit is nog de vijand van eerder, die ik naar beneden had geslagen. Die mij dus gedood heeft. Zo zie je maar dat je altijd voorzichtig moet zijn. Als eerste ging ik deze kant, maar nu ga ik maar eens de trap op. En zul je zien waar ik uitkom. Recht op items aflopen is ook nooit geen goed idee. Want zoals je ziet, als ik dit had gepakt, was deze vijand op me afgestormd en de helft van mijn leven eraf gehaald. Hier even snel langs rennen. Want ik wil natuurlijk eerst mijn zielen, mijn bloed terug voordat ik met deze in de strijd ga. Ik wil hem heel graag hebben. En zijn vriendje komt er ook al bij.
Hier zie je ook dat de rat hieronder lichtgevende oog heeft. Dat betekent dus dat als ik deze versla, ik al mijn bloedsporen weer terugkrijg. Hier heb ik nou nu net nieuw ammo gevonden, zoals je kunt zien. Wat eigenlijk ook ja, een stuk beter is dan het begin ammo of begin kleding. Dat kun je ook zien door, doordat de stats veranderen. Zoals je kunt zien zijn deze een stuk sterker dan de allereerste die je tegenkomt. En eigenlijk de sleutel om deze weerwolven te kunnen doden is geduld hebben en wachten totdat ze aanvallen. En deze tactiek, die werkt eigenlijk wel bij bijna alle vijanden. Nu dat ik zoveel zielen bij heb, is het denk ik ook maar tijd dat ik even terug naar de jagersdroom ga. Want ik zou niet graag hebben dat ik dit allemaal verlies. Dit is het riool waar ik als eerste in ben gegaan. En zo kom je dus ook weer sneller op je andere plek. Hier kun je ervoor kiezen om de gang door te gaan of de ladder op. En ik kies voor de ladder. Want hier is een lift.
En waar veel mensen moeite hebben met deze grote jongens, zie je eigenlijk hoe makkelijk het eigenlijk is om ze te doden. En zo kom je in één keer weer terug bij het beginstuk. Dan zie je eigenlijk dat alles in connectie staat met elkaar. En waar je telkens deuren opent en pilaren en hendels overhaalt, kom je steeds eigenlijk weer terug op het beginstuk. Dus als je een keer doodgaat, dan kom je ook weer makkelijker terug. Dit is dus de jagersdroom. Hier kun je verschillende dingen doen. Zoals hier in het winkeltje. Spulletjes kopen met al het bloed dat je verzameld hebt. En naarmate je het spel verder uitspeelt, krijg je ook insignes. Dat zijn items en dan krijg je ook weer nieuwe items in de shop. Zoals nu kun je dit armor kopen. Maar ik zelf vind het wat ik net gevonden heb in het riool beter dan deze. En ook in een van de eerste Souls games kun je ook dingen verkopen zonder dat je ver moet lopen. Want in Dark Souls 2 kun je ook een NPC vinden waar je dingen mee kan. Waar je bij kon verkopen. Maar deze stond op hele vervelende plekken, waardoor je eigenlijk er eigenlijk moeilijk kwam in het begin van je reis. Welcome home. Bij deze persoon kun je je levels, je bloed inleveren voor het nieuwe levels. En hier kun je ook kijken als je eentje omhoog doet, wat er ook precies verandert. En als je graag wil weten wat alles is, dan kun je op R3 drukken en kun je alles bekijken wat alles betekent. Op het begin is het fijnste om deze vier skills eigenlijk omhoog te doen. Want bij deze is het eigenlijk meer later in het spel belangrijk dat deze iets hoger zijn. Waar voorheen de deur nog dicht was, is nu deze deur geopend. Hier is de voorraadkast. Hier kun je dus alle spulletjes die je kwijt wil, kun je in de kist stoppen. Of je